Nou. Wat me nu net is overkomen, ik reis weer terug met de trein van Rotterdam naar Utrecht. En het was nogal druk. Bij instappen groet ik een conducteur, een oude grote conducteur met zo'n schermpje voor. Met zijn leerlingconductrice, denk ik. Een kleiner, blond vrouwtje. Hartstikke leuk. En bij het nog net tijdens het fluiten binnenstappen zeg ik van ik heb een doktersverklaring. Oh goed, ga maar door. Dus nou, ik door die trein. Het was vrij druk. Ik kon eigenlijk nergens een vrij... Meestal ga ik bij die vier zitjes bij elkaar ga ik dan zitten. Dus naar het andere eind. Nou, daar was het einde. Dus ik dan maar weer terug. Nou, dan ga ik maar hier zitten. Naast een of andere millennial. Goed, een tijdje later. Het is 40 minuten ongeveer met de trein. Dus een minuut of 15, 20 na vertrek had die millennial, die had de moed verzameld en die spreekt mij aan. Dus ik hoor knopjes van de podcast eruit en zeg meneer, zou u een mondkapje op willen doen? Dus ik zeg, waarom zou ik dat doen? Nou, dat hebben we met z'n allen afgesproken. Ik zeg van, oh, heeft u dat? Ja, daar was ik niet bij, hè? Ja, nee, maar... Dus ik zeg van, weet je niet dat dit gaat om gedragsverandering? Nou, die kwam dus nergens. Maar hij kreeg bijval van een of andere kern, heet dat dan. Aan de andere kant van het pad, in ook zo'n pierzitjes toestand. Die hem bijval gaf en dat was dan een oude kerel, die moest ook nog wat zeggen. Want die was het er ook mee eens. En zaten dus allemaal met smoeldoekjes en... ik had het gedaan, dus... Nou, die wil ik dan ook nog wel van repliek bedienen. Maar dat kon dan weer niet, want het was een stiltecoupé. Ik weet er nog wel uit te wurmen dat ik dit doe voor haar vrijheid. Maar dat zij heel gedienstig is bij de introductie van het communisme. Waarop er wat hoongelach te horen was. En ik van haar... Het zal verder wel. Oordopjes op. En ik weer doorluisteren naar Freeman TV, de podcast. Ik hoor door mijn oordopje heen dat Karen nog steeds bezig was op haar kleine dictator. Met van alles te doen. Dus ze had ook opgezocht op dat punt. En ze sprak ook uit van, oh, dat is dan 96 euro boete. Ha! Nou, en toen bleek dus, vlak voor aankomst in Utrecht, kwam die grote conducteur door dat pad gewurmd, tussen al die mensen door, geïrriteerd natuurlijk, met zijn kleine vrouwelijke conductrice erachteraan, naar mij toe. Meneer, waar is uw mondkapje? Ik zeg, ah meneer, maar dat heb ik toch uitgelegd bij binnenstappen dat ik een doktersverklaring had. Oh, dat kon hij zich niet herinneren. Familie van Rutte of zo. Nou, hoe dan ook. Of die dat mocht zien. Nou goed, dus ik dat briefje, want ik heb daar een briefje voor. En het was in orde. En hij kijkt dus die mevrouw aan, die kern. En zegt van, nou, deze meneer hoeft geen mondkapje op. Ja, dat heeft hij niet gezegd. Zegt mevrouw. Dus die conducteur naar mij. Van, ja, dat had u wel even kunnen zeggen. Zegt van, nou, dat gaat die mevrouw helemaal niks aan. Ja, maar hij vond het toch wel redelijk dat... Ja, ik snap het, want hij moet door die meute heen. Maar daar heb ik geen boodschap aan. Dus, dat is het. Maar je ziet dus nu al dat deze mevrouw heel erg leuk meedoet in de invoering van het communisme. Je hoort dus wat hoongelach als je ze erop wijst... En vervolgens doet ze dus wat iedere brave Sovjet-burger geacht was te doen. Dan namelijk een andere Sovjet-burger verraden. Nou, dit is zo langzaam de gang richting Coca-Cola-communisme. En dat Coca-Cola-communisme, het is de vraag of dat er echt werkelijk komt hoor. Er zijn steeds meer mensen die doorkrijgen dat het niet gezelliger wordt. Dat er toch wat dingen niet kloppen. Dus... ik lach hierom, maar ik vind het wel opmerkelijk en ik vind het toch wel de moeite waard om dit verhaal even te vertellen. Dus nou weten jullie dat ook.
Het ligt eigenlijk niet zozeer aan die conducteurs, als wel aan dit soort kerntypes. Die, ja, waar komt dit vandaan? Dat is een soort, dit zijn de regels en iedereen moet daar aan meedoen. En als ik zo'n smoele doekje op doe, dan moet jij het ook op. En je geen moment afvragen waarom je eigenlijk zelf zo'n smoele doekje op doet. Dat zit er niet bij. Ze zal het wel op televisie gezien hebben. Ja, dit is het verhaal.